Dat is een iPhone SE, want ik heb eigenlijk geen groter scherm nodig. Ah ja, ik moet dat toch niet bekijken, hè. Dag Anthony. Hallo. We zitten hier in uw studio. Goh ja, je zou dat zo'n studio kunnen noemen. Het is ook mijn slaapkamer, voorlopig toch nog. Toen het corona werd, heb ik gedacht van, oh, we gaan het hier eens toch eens een beetje uitbreiden en we gaan eens een paar dingen hier neerzetten, hè, die je waarschijnlijk, staat hier een micro, staat hier een mengpaneel en er staat hier een laptop. Het ziet er super goed uit. Allee, bedankt. Ik zou het zelf niet weten, maar... Ja, want jij bent een blinde DJ. Ik zou eerder zeggen, een DJ die toevallig ook blind is. Omdat uiteindelijk DJ'en is iets dat je kunt doen, dat je even goed kunt doen bijna als je blind bent dan als je niet blind zou zijn. Hè. Dat is eigenlijk... Ja, de programma's die wij gebruiken, die worden dan, de tekst daarvan wordt dan eigenlijk uitgelezen. En daardoor kan ik een beetje weten waar ik mee bezig ben. Maar zo ja, die spraaktechnologie gebruikt dat dan ook voor Facebook en zo, want daar ben je ook actief en je stuurt ze heel snel terug. Ja, dat probeer ik. Ik kan hier gewoon op de homeknop duwen. 18 meldingen. En dan gaat hij mij zeggen dat ik 18 meldingen heb. En dus bijvoorbeeld als ik nu ergens op dat scherm aankom, dan zal hij zeggen... WhatsApp. Voilà. Dat is mijn WhatsApp. Zonder dat, ik zou bijna niks kunnen doen van wat ik tot nu toe allemaal al gedaan heb in mijn leven. Ja, draaien in clubs tot aan alleen reizen naar de VS of naar India, dat zijn allemaal dingen die ik niet had kunnen doen als ik niet... Maar zij het gaat lang DJ? Ik denk dat ik gebeten ben door de microben in 2002 al. Ik was toen nog net geen 10 jaar. Maar ja, nu is het corona en nu kun je niet in de clubs gaan staan. Maar nee. Je denkt zoiets van, ik doe het toch. Maar dan thuis? Ja, inderdaad. Ook een beetje omdat de muziek die ik draai zo misschien niet de meest commerciële muziek is op dit moment. Het zijn niet zo de hitjes die wij draaien. Ik maak wel een paar remixen van hitjes die jullie draaien. Dus je maakt zelf ook dingen? Ja, absoluut. Dat doe ik samen met een partner in Nederland. Wij meeten digitaal, maar dan op een soort van Zoom. En dan kunnen we zo ideeën uitwisselen en dan samen een plaat maken. En als mensen u aan het werk willen zien, waar vinden ze u? Ze vinden mij vooral op ons Twitch-kanaal. Dat is twitch.tv/xiaro-en-pitch. Ik ga het hier in beeld zetten. Zo, ja. Voilà, kijk, hier zet komt het. In beeld. Maar ik wil dat wel eens zien eigenlijk. Oké. Okay. Voilà, zie, dat is dus mijn PC die mij nu aan het zeggen is dat ik live ben. Start. And I have a mask on because I'm not alone here in this room. Because right now we have people from Q Music. We have a guy from Q Music filming what's happening here. Wat er meestal gebeurt als wij met twee een plaat maken, is dat ik zo meer de melodieën maak en zo. En Xander is meer de persoon die de mixing en mastering doet. Want je hebt natuurlijk nog niks over mijn gehoorverlies en zo gezegd. Maar het is wel zo dat daardoor dat er bepaalde frequenties zijn die ik niet meer hoor. Dus je gehoor neemt wel een beetje af? Absoluut. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat ik eigenlijk geboren ben met een genetische aandoening die heet Norrie disease. Ja, die zorgt ervoor dat je blind wordt van geboorte en dat je dan later in je leven zo stilaan je gehoor verliest. En in plaats van eigenlijk zelf geld te verdienen op mijn streams, want dat gaat wel met Twitch, ben ik eigenlijk alles aan het doneren aan een goed doel. Dat aan het zoeken is naar een therapie voor die aandoening. Mensen kunnen niet alleen op je Twitch-kanaal terecht om een feestje te bouwen, maar ook gewoon om je goed doel te steunen. Absoluut, zeker weten. Dus ze moeten dat echt doen, hè? Ja, dat zou heel leuk zijn als dat inderdaad gebeurt. En dat zou superveel betekenen voor iedereen die te kampen heeft met Norrie disease. En... Hij heeft talent en hij is super dedicated, dus je moet hem steunen. Bedankt. Ik doe mijn best. En heb je nog een grote droom? Er zijn er twee die ik wil noemen eigenlijk, als ik mag. Ja, ja. De één is een plaat maken met Sylvie de Bee op de vocals. Ja. Dat was al mijn kinderidool toen ik zo 8-9 jaar oud was. Dus als je dat hoort, Sylvie, stuur mij eens. Tweede hoofddoel is toch eens een setje kunnen draaien op Tomorrowland, wanneer het weer mag. Hè. Dus als de mensen van Tomorrowland kijken en er komt nog een Tomorrowland, dan moeten ze u contacteren. Dat mag. Als ze mij goed genoeg vinden. Hè. Ik bedoel, ik laat dat aan hun om dat te beslissen, maar het zou echt wel heel leuk zijn. Q Music.